Stichting RUMAS heeft afgelopen zaterdag haar huiswerkbegeleidingscentrum geopend, de Boerbuiten. Het centrum heet De Belofte. In dit centrum zal RUMAS huiswerkbegeleiding, family coaching en trainingen geven aan zowel ouderen als jongeren. Emmy Hart, directeur van RUMAS, zegt dat ze jarenlang haar eigen woning beschikbaar heeft gesteld om de jongens en hun ouders te begeleiden. Volgens haar is RUMAS niet meer weg te denken in Suriname. De vraag om hulp werd groter en daarom moesten zij ook uitbreiden om meer mensen te kunnen helpen, benadrukt Hart. We zoeken ook werk voor de jongens. We hebben een job placement unit. Mevrouw Bekkers gaat er straks van wat van zeggen. Een job placement unit werkt heel goed. We zoeken banen voor jongens. Ook al ben je uit de gevangenis, je vindt een baan. En wat we nu gaan hebben is, we hebben daar een mooi bord gezet. Huiswerkbegeleidingscentrum. We gaan trainingen verzorgen. Ik erger me groen de laatste dagen, al een tijdje, van huwelijken die kapot gaan. Dus ik wil relatietrainingen geven en samen met mevrouw Becker opvoedingsondersteunende trainingen aan ouders. We hebben, schrikt u niet, we hebben meer dan 12 trainers in huis. Trainers hebben we in huis. Trainers. Dus het kan. De geestelijke vorming gaan we doen met broeder Michael Stewart. Zijn kerk, dat is de Lutherse kerk. We hebben de Wesleyanse gemeente hier. We gaan met hun samenwerken. En we gaan met Bribi samenwerken, want ik ben van Bribi International. Jenny Simons, voorzitter van de Vereniging Parlementariërs voor de Ontwikkeling van Kinderen en Jongeren, VPOKJ, zegt dat enkele DNA-leden zich hebben gebundeld om duurzame projecten te ondersteunen. De vereniging zal RUMAS verder ondersteunen waar zij kan, zegt Simons verder. Volgens Edgar Dikan, minister van Regionale Ontwikkeling, is RUMAS bijzonder vanwege het werk dat zij doet. Hij zegde ook zijn ondersteuning aan de organisatie toe. Vandaag dan ga ik in elk geval als persoon, voor elke maand krijgt u van mij een donatie. We hebben het al eerder gedaan. Ja. En we gaan het opnieuw beginnen, specifiek voor dit project. En vooral het project bij jou optrainde gezinnen voor de boy. Want de boy aan de strip voor de strip zo. Ze zitten in bepaalde omstandigheden. Voor dat project. Of nou sma in juru, of nou samensoepsa, elke maand €1000 voor de komende 12 maanden alvast. En dan zien we wel verder. Dat is wat ik wil geven. Eén element heb ik altijd belangrijk gevonden. En dat is dat u eigenlijk opkomt voor mensen waarvan de maatschappij ze, laat me zeggen, aan een kant had gezet. U laat niemand achter. En dat is belangrijk, dat heeft me altijd gezegd. Niemand raakt achter. Mensen uit de gevangenis, mensen die het moeilijk hebben, mensen met een beperking. Geweldig. Ik zat in Biggie Smalero. Ik heb een vinger van Siki, een kotempoer. Adressie, omdat het nou een pacifist is. Edgar Dikan, minister van Regionale Ontwikkeling, en daarvoor Jenny Simons, voorzitter van de Vereniging Parlementariërs voor de Ontwikkeling van Kinderen en Jongeren. Zij spraken zaterdag tijdens de opening van het huiswerkbegeleidingscentrum dat RUMAS heeft geopend, de Boerbuiten.